Bols en beers, welkom bij weer in een nieuwe video. In deze video een aantal aanvragen, waaronder een mana, een cent, een v chain, een atom, een goud, en zilver. Ik probeer gewoon zoveel mogelijk te doen in een half uur tot drie kwartier. Dus vind je het leuk, geef het zeker een dikke like. Voor als je nieuw bent, ik trade en investeer al vanaf 2013 in de crypto en ik probeer dat allemaal gratis te gaan delen. Dus ben je nog niet geabonneerd, kijk de video dan even af en beslis dan of je dan wil abonneren. En voor alle nieuwe abonnees, hartstikke bedankt voor het abonneren. Jullie supporten me enorm, hartstikke bedankt. Uh, jullie weten ook dat ik de video's worden gesponsord door Coinbus. Daar kom ik later even op terug. Er staat een linkje van in de beschrijving. Uh, maak er een account aan, dan sponsor je weer uh, ons, of tenminste mij, uh, de Boels Beers. En ik probeer daar leuke give giveaways van te maken. Als we daarvoor een leuke inkomsten op binnenkomen. Dat is nu nog minimaal, maar in het loop van het jaar hoop ik dat het wat meer gevuld wordt en dat ik leuke giveaways daarmee kan doen. Hartstikke bedankt voor het support in ieder geval. Ik zie dat mensen er al leuk mee bezig zijn, dus hartstikke top daarvoor. En uh, ja, thanks voor jullie support erin. Laten we er gelijk induiken. Ik begin meestal met Bitcoin. Bitcoin is gewoon de leider in de, in de cryptomarkt. En daaruit kun je gewoon heel veel informatie halen. Bij Bi Bitcoin ben je nu dus bij een level waar je hier het support houdt en niet super erg support krijgt, want het zijn geen grote moves. Ze blijven nog steeds zwak te vertonen. We maken nog steeds lower highs uh, en nog niet echt lower lows op dit gedeelte. Maar je maakt wel weer lower lows op dit gedeelte. Dus het ziet er nog steeds niet echt heel rooskleurig uit. Nu heb ik ook al veel vaak naar voren gehaald dat je al zo lang in de down moest zit dat je wellicht eens een bounce kan verwachten. Hoe ik crypto ken, hadden we al wat meer bounces uh, gekregen. Maar je ziet dat de wereld gewoon op zijn kop zit en dat je gewoon verbonden zit met de financiële markten. En daar moet je allemaal rekening mee houden. Zodoende is er dus nog eigenlijk helemaal niks aan de hand en kun je eigenlijk wachten totdat die prijs helemaal naar je toe komt. Wellicht dat de prijs helemaal naar je toe komt bij die 12.000 dollar of wellicht nog daaronder. We gaan het gewoon meemaken. De wereld staat er gewoon niet heel rooskleurig voor. Ik wil even iets naar voren halen. waardoor we misschien iets lager kunnen kijken. Ik wil in mijn volgende video uh, naar de downside targets kijken. omdat ik gewoon al maandenlang video's maak voor de upside targets. Dus die zouden wel duidelijk bij jullie moeten zijn. Zijn die niet duidelijk? Kijk de video's terug. En anders heb je hier de witte vips voor de grotere targets. Maar wat ik heel even naar voren wil halen. is het stukje uh, patronen. wat ik. Uh, zie. En dat is eigenlijk hetzelfde wat ik vaak zeg met uh, boel tekenen in de top en beerflex tekenen op de bodem. Kan heel fout zijn. Dat is hier nu ook het geval wat ik ga vertellen. Dus uh, wat ik vertel, dat is wel een, uh, ja, iets wat ik opmerk, maar het hoeft nog steeds niks te betekenen. Al is het natuurlijk best realistisch, omdat je uh, ja, best wel in een rotmarkt zit. En dat het gewoon alleen maar nog, of tenminste dat het nog veel verder kan dalen. Maar ik ga heel eventjes gewoon de targets weghalen. Heel eventjes wat cleaner grafiek. En dan kom ik er wel weer in een nieuwe video op terug. Maar waar, waar mij het om gaat is meer dit gedeelte. En ik teken het gewoon even in de move. Dus je maakt een up en down. Nou, je blijft hier een beetje rentje. Een higher high en daarna begin je hier doorheen te breken. Nog een keer een retest. En je gaat langzaam ga je naar beneden. En één keer naar beneden. Dat heb je nu weer. Je gaat weer eentje. Maak een high highs. Op dit gedeelte dan. Hè. Dan breek je het level. Je test het level. En je gaat weer naar beneden. Op die grond ga je weer high lows en high, low, uh, high lows en high high, high, lower highs creëren. Komt kom nooit echt goed echt aan mijn woorden met video's daarmee. Maar het lijkt er heel erg op. Hetzelfde geldt weer hier. Je hebt hier een baas gecreëerd. Je breekt het. Je gaat weer high, high of lower highs en lower lows creëren. En Hetzelfde weer hier. Je creëert weer een soort van range, je breekt even omhoog, weer even die range naar van uh, downside, uh, of tenminste weer die lower highs en lower lows, en hup weer naar beneden. Dus dit patroon heb je nu dus al een aantal keer in deze hele move herhaald. En nu, ik maak er een heel uh, breisel van, maar en nu doe je dat dus weer in mijn ogen. Alleen de plek waarop je het doet is niet Echt een hele super goede plek, omdat ja, je zit al echt op een bodem. Je bent al flink gedaan. Maar ik neem het wel gewoon mee. En ik zit weer met die brush, die moet ik uitzetten. Dus ja, het kan zomaar dat teken zijn en het patroon volgen, wat je hier dus al een paar keer in herhaling hebt in die down move, dat je gewoon weer een goede lower low gaat maken. Waar kunnen we dan op landen? Ik, zonder VIPS, en uh, in mijn volgende video kom ik met VIPS, maar nu even weerstand levels en uh, support levels. Ik probeer even een trendlijn te zoeken. Maar je hebt hier die wik. Die wik die brengt je eigenlijk helemaal tot en met hier. Want vanuit hier maak je eigenlijk een move up naar die 20.000 dollar. Waar je die vorige top in 2018 hebt gevonden. En daar vind je nu daar de resistance. En dan zie je ook dat je hier ergens een plafond vindt. Dus dat volgende level naar beneden. Waar ik naar kijk als het een lower low maakt. Gewoon puur uit uh, support en resistance. Is die 16.000 dollar. 16.000 dollar is voor mij dan weer een belangrijk level. Mocht het daar doorheen breken, het liefst wacht ik dan gewoon weer. En kijk, niemand die zal precies weten waar we kunnen landen. Met Fibonacci kom je echt wel een goed eind op weg. En daar wil ik ook dieper gaan. Maar je weet niet waar je eindigt. Dus je kan altijd wachten totdat die gewoon die down move breekt. Ben je nooit te laat. Want vaak, als het een down move breekt en het komt van een bodem, moet je toch weer even die bodem opzoeken om het te testen of daar genoeg support zit. Dus daarin kun je dan weer een entry pakken. Dus daarom ben je nooit te laat. Net als dat ik hier gewoon ook een stop los onder deze posities heb zitten. Want als we laag gaan, kunnen we echt wel een stuk laag gaan. En dan is die 16.000 belangrijk. Maar ik denk dat dat daar beneden nog belangrijker is. Wat ik ook vaak zeg, is dat dat gewoon het stukje voor de gek houden kan zijn. En dat, dat kan echt wel tot een van de mogelijkheden. Dus dat je dit level pierce. Ik had het even mooi met een burst doen, maar die burst valt eruit. Dus dat je het level hier zo. Pierced. En wellicht helemaal tot het met die 16.000, want crypto kan snel gaan. Dus, Pierce is dat het zo'n wik achterlaat. en dat je toch weer support vindt op dit level bij die 18.000 dollar. En dat we daarna toch weer even hieruit gaan breken. en deze targets gaan opzoeken. En wellicht helemaal tot we met hier kunnen komen. Maar het kan dus ook breken, weer even terugtesten en vol naar beneden gaan. En dan wordt die 12.000 weer belangrijk. Maar we gaan daar wel een keertje dieper op in. Mijn upside targets die blijven staan. maar het viel me gewoon op dat het patroon zich weer aan het herhalen is. Probeer dat ook te bestuderen. Heb je er vragen over, zet het in de comments. Vergeet ook niet de social media van Boels en Beers te volgen. Staat ook allemaal in de beschrijving van de video. En allemaal, allemaal andere, andere linkjes. Ik ga even de lijntjes weghalen. Uh, waardoor je dus ook weer wat zwaktes zag in bijna alle markten. Is dat die dollar-index weer omhoog gaat. Die dollar die zit nu bij de 20-jarige 0,5. Ik uh, moet groot 0,5 Fibonacci. En dat is de Fibonacci vanuit 1985. Dus dat is echt een heel stuk terug. Dus we hebben hier die oranje vips vanuit uh, 2002. Dus dat zijn ongeveer 20-jarige vips. Die hebben we nu eigenlijk helemaal voldaan. En waar deze begint, dat wordt eigenlijk die volgende target. Maar deze kan ik nu helemaal weghalen. Dus dan hou ik deze target. Je bent nu precies bij die 0,5. Op het hele grote plaatje van het 1985. Dan de volgende levels die belangrijk zijn. Want als deze gewoon sterkte blijft houden. En wat het ook makkelijk kan doen. Dan... Ja, dan kan het gewoon door blijven groeien. En dan kun je dus veel meer drama verwachten. En dat is dus ook die downmove van Bitcoin en andere markten. Maar hier zou ik dan weer gewoon eigenlijk deze, waar je hier dat resistance vond. En waar je dus ook echt uh, bijna, nou zeggen, maar 15 jaar een downmove had. Dat wordt mijn volgende level. En die ligt heel vlak bij die 0.68 vanuit weer die grote VIP's bij die 122-123 index. Heel belangrijk om mee te nemen. Het maakt een instant move. Instead of move geven vaak wel 80 tot 100% terug. Dus je wil gewoon nog steeds wachten totdat je ergens dat resistors vindt. We hebben al een paar keer. Tenminste, je kan er wel wat. Moet ik uh, weer eventjes zoeken. We hebben natuurlijk wel wat tekens. Of tenminste, één teken gehad dat we wat lager konden. En daar, daar maakte die dan ook weer die beervlek van waar je. Of tenminste, die boel waar je hem hier ziet. Dus die hebben we nu eigenlijk voldaan. Dus eigenlijk wat... Te, die, die boelvlak is uitgekomen. En je bent dus targets gaan opzoeken. Je hebt nog steeds die open, geopend en gesloten candles. Eén en twee daagse hier wat tekenen geeft. Onder die blauwe moving average. En belangrijker. Heeft het hier ook gedaan, maar in het verleden laten zien dat dat de tekenen zijn dat we wat lucht kunnen verwachten. Nu zie je gewoon weer het sterkte. Dus het moet weer een nieuwe ronde maken om te laten zien en tekenen te geven dat we hier wat zwakte kunnen vinden. Maar zoals jullie ook weten, er wordt best wel weer wat geld in alle markten gepompt... door de overheden, steunpakketten en dergelijke. Dus dat moet je ook allemaal meenemen. Want zodoende, dat heb je met corona gezien, daar was het even iets extremer... maar daar werd er zoveel geld in de markt gepompt dat mensen gewoon weer wat geld overhielden. Nu is dat nu in dit moment wel anders, want heel veel mensen letten alleen op gas... maar eigenlijk elk product is natuurlijk duurder geworden. Dus ja, we moeten gewoon maar weer kijken. En dit is een hele belangrijke indicator... Uh, dus hou deze goed in de gaten. Waar, waar we natuurlijk ook heel erg op letten is de Ethereum. En die krijg ik toch altijd wel uh, veel aanvragen. En heel logisch ook. En Ethereum komt eigenlijk weer bij een heel mooi level. En ik blijf hier, denk ik denk gewoon heel, uh, ja, ik ga hier kort mee houden. Want deze heb eigenlijk precies mijn target schiet En ja, mocht het nu dus gaan groeien, dan, dan, ja, dan, dan zit, zit ik in ieder geval goed. En dat wil niet zeggen dat ik naar hoge targets kijk, nee, ik kijk eigenlijk meer naar deze, dat je hier weer naar boven kan gaan en dat je wellicht deze square vult of deze square en mijn uiterste het wordt wellicht weer die resistance lijn waardoor, waar, waar, ja, waar je al vanaf november 2021 in vast zit. Maar wat ik ook in de video hier ergens gaf of daar, ik weet niet meer wanneer ik Ethereum precies had meegenomen. Mijn volgende levels worden belangrijker bij die... Uh, nee, ik weet het nog wel. Want hier kwamen we eigenlijk bij de stukken tekenen... dat we eigenlijk een kleinere low-low op dit gedeelte maakten. En het teken dat we lager konden gaan dan die 0.68. Maar we wilden eigenlijk op die 0.68 support vinden. Dat hebben we niet gedaan. We zijn lager gegaan. En die andere levels waren die 1230. En je ziet maar weer hoe mooi Fibonacci dat uitlicht. Precies op die levels vind je dat kleine support. Ik wil niet zeggen dat het dit support houdt... en dat we daarna meteen verder gaan groeien. Het kan er zo doorheen breken en wellicht... Deze square vullen of nog een keer hier erg support proberen te zoeken of te testen of hier genoeg support zit. Daarnaast kan het ook gewoon nog steeds die lower low creëren. Want we hebben de merge achter ons. Het was een, tenminste naar het event toe maakt het een mooie move. Tijdens het event is iedereen het aan het verkopen. Maar je ziet wel weer een beetje een lichtelijke boelvlek. Bezegg waar je die teken uh, ja, dus voor mij blijft dit nog steeds. Eigenlijk blijven die targets gewoon nog reëel voor mij. Uh, en dan blijven weer die 1900 belangrijk, ook weer in het verleden een heel belangrijk target. En dan mochten we hoger gaan, en wat ik gewoon niet echt helemaal erg meer verwacht, maar het kan zomaar, want de crypto, dat verwacht ik dus eigenlijk de hele tijd in een crypto: dat je een goede bounce tot en met die 0,6 en 8 kon verwachten. Maar we kregen ze de hele tijd met die 0,382. Dus die 0,6 zit bij de 1500. Dollar en de 0,76 en de 0,83 bij de 29 tot en met de 3100 dollar. Dat is even Ethereum. Ik wil toch nog één dingetje laten zien van Ethereum. Want uh, mijn plaatje blijft gewoon uitkomen. Dus we hebben nu een paar keer getest die bovenkant. Nog steeds, als we hier blijven hangen en we bovenkant blijven testen, kunnen we naar boven gaan. Maar het lijkt nog steeds op het plaatje dat we hier het teken hebben gehad dat we laag kunnen gaan. We maken één gigantische pump, een sustainable move hier. We geven het ook weer terug, een lower high op dit gedeelte. Dus het kan nog steeds zo zijn dat we eerst helemaal naar beneden moeten gaan. Hier deze square vullen, deze square vullen. Voordat we wellicht wat support kunnen krijgen voor, tegenover de bitcoin kant. En weer wat sterk kunnen zien. Neem niet weg dat een coin natuurlijk niet in één keer. Het kan wel in één keer naar beneden gaan. Maar vaak is het gezond om in een, uh, een lower low te creëren: een lower high, een lower low, een lower high. Dat is een gezonde move naar beneden. Maar crypto kan het ook gewoon in één keer allemaal teruggeven. Dus weet hoe je een stap loszet, zet. Het is allemaal geen financieel advies. Het is allemaal jouw geld. Het is jouw leven en jouw plan. Dus maak er ook uh, een goed plan van. En trek er je eigen verantwoordelijkheden in. En weet waar je moet verkopen en, en vooral ook moet kopen. Wil ik toch eventjes gaan naar de sponsor van de video's. Uh, dat is Coinmers. Coinmers is een hele betrouwbare exchange. Uh, ze hebben meer dan 160 coins. Volgens mij iets meer dan 200 coins. Je kan er proof of je kan er een stukje steken. De hoogste in earning. Je hebt er bots waarmee je kan experimenteren. En uh, wellicht dat je daar al leuk mee kan verdienen. Ook in, in, in de waardeloze markten waarin we zitten. Maar je hebt er ook een fysieke winkel in Amsterdam voor meer informatie. Het is even een Nederlands team. Dus voor mij doen is het gewoon een heel, hele betrouwbare exchange. Naast dat het dus eigenlijk al onze coins uh, aanbiedt die wij bespreken in de video's. Niet uh, een kaspar van. Uh, even kijken van CryptoMocro. Maar goed, je kan bijvoorbeeld een Ethereum kopen, je kan het verkopen, je kan het swappen. Als je het koopt kun je er gelijk een stop los onder zetten. En zodoende is het gewoon een heel fijn, fijn exchange om mee te werken. Uh, niet alleen omdat het gesponsord wordt. maar het is dus ook gewoon een, een betrouwbare Nederlandse exchange. En ze zijn niet bang voor je. Daarna zijn ze genomineerd voor Beste Crypto Broker 2022. Daar kun je op stemmen tot 29 oktober. Uh, van volgende maand. Uh, de eerste negen. Als je, als je Coinbase uh, wil sponsoren. of tenminste wil supporten. Net als dat zij mij supporten. Dan kun je de eerste 9 punten op niet van toepassing zetten. En natuurlijk, punt 10, wat is de beste crypt gebroken? Die zet je op CoinMers. En de rest vul je dan in. En wellicht dat zij dan uh, zo'n award kunnen binnenhengelen. En wil je wat meer bekendheid kunnen genereren. In ieder geval, hartstikke bedankt, CoinMers, voor het support. En ik hoop dat jullie ook allemaal een account kunnen aanmaken via het linkje van de beschrijving. Zodoende, dat spaar ik allemaal op. Dat zit nu volgens mij op 30 euro. Als dat gewoon wat meer wordt, dan, dan ga ik daar leuke dingen mee doen. In ieder geval, hartstikke bedankt voor jullie support. En daarnaast kunnen jullie ook met een referral link bij je vrienden en familie. Eh, ook hetzelfde zien wat ik zie. En ja, eigenlijk beloningen krijgen voor wat je vrienden en familie aan het traden zijn. En daar merkt niemand wat van. Tenminste, daar betalen we natuurlijk wellicht allemaal vies voor. Maar in principe merk je er niet veel van. Laten we doorgaan naar de grafieken. En eigenlijk naar de echte aanvragen. Want Ethereum neem ik altijd wel mee en Bitcoin natuurlijk ook. Maar ik kreeg van een week kreeg ik ook een aantal aanvragen van Jantine. Dat was een mana en een cent. En in principe vind ik ze bijna in, uh, echt hetzelfde uitzien op, op dit moment. Niet het, in het gedeelte tevoren. En dat kan ook wel. Want het, het zijn eigenlijk wat je hier ook ziet: pump en dump. En er kan heel veel toekomst achter zitten. Maar in principe wat je hier ziet is gewoon een pump en een dump. Want het laat eigenlijk dus in een paar dagen een pump zien. In die paar dagen moet jij dus een beslissing maken. waarin ze je eigenlijk de hemel uh, beloven. Want als je hier bij die 5 dollar bent, dan ga je naar een 10 dollar. en als je bij die 10 dollar bent, dan ga je naar een 100 dollar. <coughs> excuses. Dus probeer je daar niet voor de gek te houden. Maar het laat gewoon zien dat je hele korte tijd hebt om een beslissing te maken. <coughs> Even kijken, mijn stem begint een beetje weg te vallen. Maar het is ochtend en dat kan allemaal even kijken waar we zijn geweest of tenminste waar we zijn gekomen is die 0.26 dat blijft gewoon nog steeds een target ik heb al targets eronder gegeven en dat komt net even onder dit gedeelte ook het enige wat, wat mij wel opmerkt is dat je hier dus die higher low creëert op dit gedeelte wel een lower low op dit gedeelte maar wel een higher low op dit gedeelte en dan dus ook een higher high op dat gedeelte <coughs> Ik probeer hem even los te krijgen en even een glaasje water. Neem ook even een slok water als je het wil. Mm. Even kijken. Dus waar ga ik naartoe als... Ja, als we weer wat hoger gaan? Je ziet ook die rode moving average. Die begint, tenminste, die begint af te buigen. Echt weer naar die 2,6 bij die 1,10 dollar. Dus dat blijft een belangrijke target voor mij. Het eerste waar ik gewoon weer naartoe kijk is gewoon deze loos. Waar je hier dat support vindt om die grotere move te maken. Dus dat is meteen mijn lower low op dit gedeelte. De eerste lower low op dit gedeelte. Als ik dan ga kijken hoe, hoe groot die ruimte is en dus wat mijn risico is. Ten eerste is je risico natuurlijk deze low, waar je die wik hebt achtergelaten. 16%. Daar wil ik ook mijn stop los onder, mocht ik hier een positie willen nemen. Die andere lower low, omdat ik hier een stop los zit, zit je hier alweer op een bijna... Ja, dus je gewoon 40% naar beneden als je hier naartoe gaat. En dan heb ik het nog niet eens over dit stukje waar je nog meer naar beneden kan gaan, want het is 60% naar beneden. Maar vind je hier dat support of daaronder waar je net niet de juiste stop los wordt geraakt? En je gaat weer naar die 0.26, heb je het over 53%. Kijk ook weer naar links, valt weer dus super mooi samen waar je hier resistance vindt. Daarnaast hier, je springt in één keer weg, vindt resistance. Precies bij die levels, bij die 0.26. En als ik dan ook weer naar de volgende level ga kijken, dan die 1,42 bij de 0.382. We, ik vertel je net dat we heel veel targets hier bij die 0,382, dus wellicht wordt dit de eindtarget. Als we hier support vinden, bij die 1,42 dollar, kijk ook weer naar links. Weer die move. Het eerste wat je hier aanraakt voor resistance, ligt een beetje bij die 1,40 dollar tot die 1,50. En dan heb je nog de 0,68 weer waar je hier de top vindt en hier het support vindt, of tenminste hier die down move breekt. Dat ligt precies bij die 1,90 dollar tot de 2 dollar. Heb je het over een ruimte van 170%? dan nou ben ik. Vind ik dit een realistische ruimte? Dit nog realistischer. En dit wellicht nog iets realistischer. Maar ja, we kunnen zomaar dat lucht verwachten. We hebben een gigantische down nog steeds achter de rug. Dit duurt gewoon maanden, die sideways move. Hoe langer dit ook duurt, des te groter de kans wordt dat die uitbraak naar boven of beneden echt wel gaat komen. Maar ja, dit is dus een beetje het plaatje wat ik zie voor Mana. Ik hoop dat je wat een happy hand hebben, Jan Tien. Hartstikke bedankt voor je aanvraag. Als ik deze gewoon heel snel langs, uh, naar Sand zet. Dan zie je hopelijk wel wat vergelijkingen. Ik probeer mijn video's ook te maken zodat je een goed beeld van de markt krijgt. Dat, dat heb ik ook voor mijn leraar geleerd. Door veel coins te bekijken heb je een goed beeld van de markt. En dan zie je ook dat veel coins hetzelfde bewegen, maar wel op andere posities staan. En zodoende kun je bij de ene een blueprint vinden die je bij de andere kan helpen. En je ziet hier dus ook weer heel mooi dat je eigenlijk wat. Ik ga toch misschien even uittekenen om het duidelijk te maken. Wat Mana deed was gewoon één grote candle en naar beneden. En hier liet het een wik achter. Bij cent uh, ja, heb je dus hier een wik gelaten. En daaronder kom je gewoon weer. Je maakt eigenlijk een lower low. En je zoekt het level op waar je hier resistance vond. Dus technisch gezien heb je hier best wel een mooi level. Waar je hier een mooie risk-reward plek hebt. Waar je hier dus weer bent gekomen. En daarna kun je wellicht weer dit level op gaan zoeken. Naar nou, die 0,2, die 6 bij de 1,38 dollar. Ik ga weer eventjes die plekjes weghalen. Als ik dan weer even. De percentage erbij gaan voor wat de kansen en wat ons risico is want vinden we hier dat support dan is dit ons risico en hier wil ik mijn stoploss onder zetten dat is 19% is dus alweer dieper dan uh, mana van net het volgende level hier beneden dan ga je weer naar die 70% naar beneden dus ik daarom wil ik gewoon echt met stoplossers werken ik wil niet 70% van mijn geld verliezen want dan wil ik als ik hier wil ko kan kopen dan wil ik nog en het gaat lager dan kan ik nog liever hier kopen dus een mooiere positie maar vind ik hier support op dit level, dan is die 0.26 bij de $1.38 of $1.39, $1.40. Denk ik zones, trade zones. Tenminste, dat doe ik. Bij een 52%, kom kom weer overheen met net van Mana. we ook ongeveer een 53%. 0.382, waar we bij Mana wat mooie levels hier hadden, links. Kan ik dat hier niet echt terugvinden. Maar we hebben hier dus een Fibonacci samen met deze uh, WIC die je hier hebt. Dus waar je hier lichtelijk dat support hebt. Dus je hebt hier bij die 1,80 is een belangrijk level. Dan heb je het over 96%? Meer uh, realistische target tot een manier. Dat hebben we vaker gezien in 0,382. We hebben ook een paar keer bij en 0,68 gezien. Dat ligt bij de 2,47, 48, 2,50. Dan heb je het over een ruimte van 170%? Pak ik gewoon winsten. En over winsten pakken kom ik gelijk even op terug bij XRP. Jantien, ik hoop dat je hier een duidelijk beeld mee hebt. Heb je de vragen over, zet het in de comments. Heb je andere leuke aanvragen, zet het natuurlijk ook in de comments. Ben je nog niet geabonneerd, abonneer dan eventjes. En vergeet ook niet de CoinMeers account aan te maken. Maar over winst te pakken, ik, kreeg, uh, ik zag net je comment, Monique, uh, dat je bang was om winst te pakken. Probeer er echt niet bang voor te zijn. Anders pakken ze gewoon altijd alles van je af. XRP maakt een mooie move, waardoor ik ga twijfelen of deze fips wel goed zijn. En twijfel Ik heb altijd meerdere sets. Mijn volgende set die zit ook vaak op de hele lek. Nu heb ik hier gewoon niet heel veel aan gehad. Want als ik naar een dieper tijdframe ga. Dan zie je dat je hier niet een mooi level hebt. bij die kleine lek. Dan moet ik toch weer even een mooie. In principe val je hier ook naar beneden. Je komt weer terug. Je valt weer naar beneden. Je komt weer terug. En hier heb je die candle. Waardoor je niet meer terugkomt. En gigantisch die vloer breekt. En dan zie je ook dat je hier een heel mooi level hebt om te verkopen. Hier een heel mooi level om te verkopen. Hier wilde ik ook verkopen. Maar wat ik al zei van ik. Ik vind die 0,5 nooit zo belangrijk. Dus gaat de XRP dan nog iets verder naar die 0,6 en 8 bij de 58 dollar cent? Is maar de vraag. Ik pak gewoon winsten bij die 0,382. En mocht het dan wat hoger zijn, pak ik ook gewoon winsten. Maar zodoende pak ik winsten en pak ze niet meer van me af. En uh, wat je ook kan doen als je niet durft uh, winsten te pakken, want daar wilde ik eigenlijk op terugkomen. Als je niet durft winsten te pakken, kun je bijvoorbeeld steeds je stop loss wat meer verleggen. En probeer, wees er wel voorzichtig mee. Want kijk wat voor uh, reacties crypto kan geven. En vooral voornamelijk bij de ads. Dus je vindt hier even weer resistance. En je gaat in één keer 18% naar beneden. Valt nog mee. Kan een begin zijn voor een 30%. Maar in ieder geval, je kan dus als je wegspringt, kun je best een stoploss. Of tenminste, als je nu bijvoorbeeld hier wegspringt, dan kun je bijvoorbeeld een stoploss onder deze wik zetten. Mocht het dan echt naar beneden gaan, mis je, heb je toch wat vanuit deze move gehad. En dan ben je gered voor als het weer helemaal naar beneden gaat, waar je weer mooie posities kan maken. Daar moet je wat in leren, is oefenen, maar het helpt je waarschijnlijk wel, waardoor je gewoon wat rustiger in de markt kan blijven zitten. Zodoende heb ik natuurlijk winst gebruikt, laat ik een stukje zitten. Zet ik ook gewoon een stop los wat hoger, tenminste zet ik je ergens. In. Waar ik mijn stop los zet, dan moet ik eigenlijk wel een beetje open zijn, is gewoon hier. Als XRP, en het, volgens mij was het bij de 39 dollar zijn. Als XRP hieronder wil gaan, dan heb ik het, hier, tenminste, is het een goede goede reden om het te verkopen. Ik heb hier al winst gepakt. Nu zit ik te twijfelen of ik nou bij de... Nee, dat was mijn eerste move. Ja, ik, ja wat ik net eigenlijk gewoon zei. Ik heb mijn stoploss even iets onder die wik gezet en ik heb hier gewoon winst gepakt. Het rest, de rest voor die hogere targets laat ik erin zitten. En mocht het niet die targets raken, dan word ik weer met mijn stoploss uitgehaald en kan ik wellicht weer wat lager kopen. Of ik wacht gewoon, of ik zie een andere coin waar ik dan weer wat kan proberen. Maar goed... We hebben deze targets. Dat raakt ook mooi deze targets. Die 0,68 op het kleinere plaatje ligt bij die 58, 59 dollar cent. In die 0.786 en die 0,83 ligt bij de 76 tot de 69 dollar cent. Uh, sorry, 67 en 69 dollar cent. Als we dan iets dieper gaan kijken, want we krijgen nu iets meer candles, dus iets meer informatie. Wellicht dat we wat betrouwbare, uh, iets betrouwbare vifs kunnen gaan gebruiken, de grotere lax. En dan zie je. Dat je vanuit hier gaat vallen. Hier val je om het te breken. En dan ben je precies bij die 0.326 gekomen vanuit het grotere plaatje. Dan kom je ook weer met het kleine plaatje. Kom je bij die 69 dollar cent. Dan heb je hier de 0,382 op het grote plaatje bij de 70, 71 dollar cent. Dus dat zijn de levels waar ik naar kijk. Mocht die naar boven gaan. Maar voor nu wacht ik het liefst dat die prijs weer naar beneden komt. Weer eigenlijk met mijn VIPs probeer ik zo laag mogelijk. Het liefst. Wil ik weer hier een ad on doen. Een beetje weer rond die 39 dollar zijn. Dat is even XRP. XRP heb ik vorige keer ook al meegenomen. Ik hoop dat iedereen een goed beeld mee hebt. En voornamelijk dat iedereen er ook goed mee verdient. Dus heel veel succes ermee. Ik wil naar de volgende aanvraag gaan. Die komt van Edwin. En hier wil ik denk ik toch even kort mee zijn. En dat zeg ik bijna bij alles. Maar ik probeer er korter mee te zijn. Omdat ik gewoon. Uh, ja, het raakt mooiste targets Het Ja waar ik gewoon de hele tijd op wacht en die teken ik de hele tijd, want ik heb hier nog niet echt een add-on gedaan. Ik pak hier wel winsten, maar ik wil hem dieper zak zien zakken. Ik wil hem het liefste gewoon deze trendlijn eentje zien breken. Dus dat hij deze trendlijn goed breekt en dat ik hier ergens dan een mooie add-on kan doen voor wellicht een hogere move. Maar het kan, ik moet ook gewoon beseffen, het kan nu al afgelopen zijn. Want je bent onder die rode moving average. Daar vind je nu ook dat resistance. Je bent bij die 0,382. Een belangrijke VIP. Waar we in het verleden gewoon heel veel hebben gezien dat dat een belangrijke VIP is. Dus het kan hier gewoon afgelopen zijn. Maar mocht het hier niet afgelopen zijn. Dan wil ik een add-on no doen bij die 0,68 hier. Dat ligt bij die 9,97 of de 10 dollar. Daar wil ik een add-on doen. Mijn eerste. En het liefst daarna nou nog lager bij die 7,90 tot en met de 7,45. Als we dan hoog gaan. En als ik daar die add-on even vanaf de prijs van nu. Stel dat we hoog gaan in die 0,68 bij die 22,18. Kijk naar een 58%. Dat is toch nog een mooie move. En kijk ook weer hoe mooi die 0,68 valt. Die valt exact op het level. Waar je hier een aantal keer het support vindt. Je valt naar beneden, vindt support. valt naar beneden, vindt support. Dus die 0,68 wordt ook belangrijk mochten we hoger gaan. <coughs> Daarboven heb je nog die 0,76 en die 0,83 bij de 26,70. Tot en met de 28 dollar. Dat is even Edwin in het kort. Edwin, hartstikke bedankt voor je aanvraag. Ik vind het een goede coin. Hier ook weer leuke winst uit kunnen halen. In de dramatische markt waarin we zitten. Dus dit zijn de wat betere coins. Als je bijvoorbeeld die maan en die cent Die lopen gewoon wat achter. En dat zijn meer de uh, coins waar ik posities in zoek. Dit zijn meer de coins waar ik winsten uh, probeer te zoeken. Dan een andere leuke aanvraag. Die krijg ik van JW van de P. Hartstikke bedankt JW van de P. Die was goud en zilver. Goud en zilver. Ja, dat blijft toch een, uh, ja, ik blijf het altijd interessant. En iedereen moet het interessant natuurlijk vinden. Voor degene die Gold Republic allemaal volgen. Heel mooi. Dat kun je ook eens zien. En die jongen die zal nooit eerlijk zijn over zijn dingen. Maar die, die be, beloof je inderdaad echt een letterlijke berg goud. En kijk wat dat doet. het doet. Uh, het is gewoon gevaarlijk waar je nu in komt. Zeker als je van het hier aan het kopen bent. Uit dit gedeelte. Want je kan zomaar een tientallen, ja, gewoon tientallen jaren in een downmove zitten. Dit, gaat, dit beweegt veel langzamer dan uh, de crypto. Zoals dit gedeelte, alleen deze top al, dat duurde al bijna twee jaar. En daarom zijn er heel veel video's hier gemaakt. En, en besef ook dat die jongens, of tenminste een beetje die influencers, allemaal deze move hebben meegemaakt. Dus hier kon ook niks misgaan. Hier had je mooie retraces, maar nu ben je gigantisch gestegen voor goud. En nu moeten ze maar eens kijken of ze blijven gaan verdienen. Want op dit moment kan de zomer helemaal naar beneden gaan. Dit is mijn kleine lek. Als ik naar de iets grotere lek ga, dan zou ik iets banger worden. Tenminste, je moet nooit bang worden. Maar dit is nog, voor mij is dit nog maar een begin. En dit zijn sowieso voor mij ook belangrijke levels waar ik wel geïnteresseerd word. Nu op het 6 en 8 hier. Een beetje rond vanaf die 1500 dollar tot en met de 1440 dollar. En dan in dit gedeelte, die 1230 dollar tot en met de 1280 dollar. Best wel gelijkbaar bij het Ethereum-prijzen. Het grotere plaatje. En instantaneum moves geven vaak 80 tot 100 terug. Hier kun je echt wel een instantaneum move uitmaken. Uit en genoeg squares. Uh, laten we beginnen hier. Of kan je die hier gevuld hebben? Laten we dan met laag gaan. Hier groeien je weg, kom je niet meer terug. Hier groeien je weg. Kom je wel weer op terug? Hier heb je een heel gedeelte waar ik een heel veel vraagtekens in steek. En dat is toch een level vanaf de 400 dollar tot en met de 500 dollar. Dat zijn gewoon risico's. En dan ben ik nog niet eens heel diep in uh, erin gedoken, want ik zit op mijn weekly. Als ik gewoon mijn VIPs laat spreken, dan zijn dit dus de belangrijke levels: 960 dollar en de 660 dollar tot de 575 dollar. Leg dat eens neer bij een Gold Republic. Kijk hoe zij daar, hoe, hoe zij dat riskmanagement sturen. Want ik zag ook weer een advertentie dat je crypto moet je omzetten naar goud. Want dat is, ja, dat houdt het beste waarde. Ergens wel waar, omdat het dus langzaam beweegt. De crypto kan zomaar tientallen procent dan naar beneden. Maar wat nou als je je goud hierin hebt en het blijft maar dalen. En de crypto blijft ook maar dalen. Want je ziet gewoon best wel veel in erin zitten. We breken gewoon de top hier eventjes. Dus het belangrijke level dat we hier hadden, waar we één keer, twee keer, drie keer, vier keer support, vijf keer hebben we nu gebroken. Zelfs op de weekly breken we nu die rode moving average, de 200 op de weekly. Allemaal super belangrijke tekens. Kijk ook in deze boel: dan komen we komen geen één keer onder die rode moving average. Hier komen we één keer onder die rode moving average. En we gaan een stuk lager. Dat stuk lager duurt ook van mei 2013 tot en met februari 2016. Dus dat is een, bijna een drie jaar, in ieder geval een goede twee jaar. Dus het kan zomaar gebeuren dat je hier twee of drie, of misschien wel langer, een down move aan het maken bent. voordat je uiteindelijk eens een keer een move maakt. En is het dan een move waardoor je weer hoog kunt gaan? Ik denk het niet, omdat je technische structuren breekt. Dat je een lower high gaat creëren en daarna een lower low gaat creëren. En dat dit een realistisch beeld wordt van de tarks naar beneden. Dat is even mijn kijk op uh, goud. En dit is dus ook een VIP getrokken vanuit de jaren 2000, waaruit je groeit. Wees er heel voorzichtig mee. Waardoor ik het leuk vind dat je ook goud meeneemt, uh, heb aangevraagd. Ik wil hem toch even terughalen naar die grote, omdat we toch eerst die kleine targets en Die kleine targets kunnen al heel lang duren. De kleine targets kun je ook vanuit hier teken, uh, bouwen. Dat heb ik wel vaker naar voren gehaald. Dan haal je ook eigenlijk de belangrijke levels. Maar vanuit hier. Hebben we eigenlijk de mooiste levels, eigenlijk? Dat, ja, het werkt nu al een beetje. Want je ziet hier reactie erop, en hier reactie erop. En dan heb je dus die levels hier beneden. Maar waar ik even naartoe wil gaan, hier zie je ook weer mighty scrap. die groeit weg, komt nooit meer terug. Dus een groot risico dat je in ieder geval hier naartoe gaat naar die 12, 1300 dollar. Heb ik al een hele tijd geroepen vanaf vorig jaar al. Even kijken, uh, hier met goud maken in lower low, op dit gedeelte, bij zilver heb je die al een keer gemaakt. Bij zilver heb je hier al die lower low gemaakt. En begin je nu dat support te vinden. En probeer je wellicht een higher low te keren om eens een keer deze square goed te maken. Neem niet weg dat ook zilver veel lager kan gaan. Als ik deze, want dit is helemaal één grote unstedme move. Dan kan ik hier gewoon weer geïnteresseerd worden. Bij die Vanaf de 16 tot en met de 15 dollar. Dus dat is in ieder geval meteen mijn risico en de levels lager. Voor nu. Kan het best een support houden? Dus, dit kan best wel een beetje een blueprint worden voor goud. En een Gold Republic let erop, kun je misschien wat uithalen. Als ik dan nu naar targets ga kijken, en mocht het hier dan support houden, dan kijk ik naar deze levels. En dan zie je ook de mooie dat je nu al die uh, 0,2, die 6 twee keer gepierst hebt. Wellicht dat je dan helemaal naar die 0,6 en 8 gaat, of wellicht helemaal hier naartoe. En dat maakt het dus nog steeds een lower high op dit gedeelte, waardoor het ook nog een lower low kan creëren. ...op dit gedeelte. Dat is even zilver in het kort. J.W. van de P. Hartstikke bedankt voor je aanvraag. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En heb je er meer vragen over... ...gaan we er echt wel een keertje dieper in. Maar ik merk dat ik alweer wat langer bezig ben... ...en dat ik nog wel echt wel een aantal coins wil bespreken... ...in deze video. Waaronder een Algo. En die kwam van Luc. Algo of Luc had wel een paar leuke aanvragen. Waaronder een Algo. Voor degenen die mij ook al een tijdje volgen... ...die weten dat ik Algo gewoon uh, top vind... ...qua fundamenteel plaatje... Ik zit heel even te zoeken welke mij ook weer hadden. Ja, hier waren we. Uh, ja, voor, als je ook niet weet wat Algo is, ik heb altijd een linkje van, in de beschrijving van elke video van elke coin. Word je naar CoinMarket gelinkt. En daaruit je, word je weer gelinkt naar alles wat met Algo of de desbetreffende coin te maken heeft. Doe dat zeker. Het is niet alleen natuurlijk grafieken, maar het is ook wel echt weten waar je investeert als je groot geld erin investeert. Waar kom je dan? Ik kom, en ik ben heel eventjes bezig weer zoeken. Hier val je in één keer naar beneden. En dan hebben we dus al hier een aantal targets. Dat is een beetje te fine-tunen. Eigenlijk kunnen we nu zien dat we dit level nu gepierst hebben. En dat we wellicht een teken hebben dat we naar die 0.382 gaan. Dat ligt dus een beetje bij die 45, zeggen maar 47 dollar Let ook op die rode moving average die daar naartoe in het vloeien is. En samen vloeit met, met die 0,26. Het andere level wat ik wil uitlichten... Is dit. Want eigenlijk kun je hem vanuit hier trekken. En dan heb je nog geen VIP geraakt, dus daar heb je nog niet echt veel aan. En dan kom je bij die 43 dollar cent tot de 52 53 dollar cent. Maar nu hebben we al een hele tijd en maanden wat aan deze VIP's. Dus wellicht dat we eerst die 46, 47 en misschien wel de 50 cent op gaan zoeken als we hierover gaan. Ik koop nooit in groen, ik koop in rood, in rood, in rood, in rood. Rood kun je altijd verwachten. Dan in 0,86 bij de 57 dollar zijn mijn Het 57 tot met die 65 en 67 dollar zijn mijn target. Nu, net als met uh, XRP en degene, eigenlijk de coins die allemaal aan het zakken zijn. En je kan waarschijnlijk wel XRP een beetje na zetten. Ik ga dat gewoon even doen. En, want dat is wel wat ik eigenlijk ook in het begin van de video zei. Van, uh, mijn video's wil ik laten maken. Of tenminste, ik maak mijn video's zodat je een goed beeld krijgt van de crypto. En in principe, uh, als je veel coins nagaat. En ik ben tussendoor heel even aan het zoeken, daar ben ik nooit zo goed in. Als je heel veel coins uh, in de gaten houdt, dan zie je vergelijkingen. Dan zie je welke coin ervoor loopt, welke erachter loopt. En uh, zodoende kun je daar hele mooie blueprints uit halen. Uh, ik moet hier heel even gaan zoeken. Hè? Even kijken. Waar je dus bij. Uh, ja. Ik hoop dat je het gewoon een beetje ziet hoor. En dan hoop ook dat je dit zelf gaat bouwen en zelf een plan erop gaat bouwen. Want het hoeft helemaal niet precies hetzelfde te zijn. Maar je ziet hier heel mooi. Ik ga het toch even met een brush doen, dat komt even beter naar voren. Eigenlijk wat het doet. Dus hier heb ik eigenlijk net als met. Uh, of uh, XRP. I XRP heeft net als hier, als uh, beneden Algo, die lijn waar die hier uitbreekt en hier al een paar keer die 0.26 op zoekt. Hetzelfde als Algo. Ik heb hem nu niet helemaal recht en gefeintjeerd. Maar bij Algo heb je dus ook een aantal keer. En niet per se deze eerst, of tenminste, dat kan ook wel, maar bij XRP ik hem een paar keer. Dus hier eigenlijk dit hele gedeelte, een paar keer geraakt. En dan ben je bij dit gedeelte waar je dus een paar keer test. Je pierst het level, je test het level en dan ga je weg. Nu hetzelfde. Even kijken naar algo. Hier een keer. Hier eigenlijk hetzelfde als XRP. Een hele tijd raak je hem aan. Ik, dit is niet gefine dus die levels zijn niet echt helemaal precies. Maar het gaat even om het beeld. En hier weer precies het level. Dus je pierce het level, je test het level en wellicht kan je nu gaan. Maar je bent nu dus langzamer dan XRP, dus mocht er wat rotgeheid in de wereld komen, net als wat je gisteren zag, kan deze gewoon weer eerst naar beneden gaan en dan weer die levels gaan opzoeken. Maar je ziet dus best wel een mooie blueprint vanuit XRP voor Algo. En dat is gek, want ik ben niet echt een super XRP-fan, wel een beetje natuurlijk, maar niet zo erg als met Algo. Dus het laat een beetje wat zien. Dus die levels, die 46, 47 dollar cent vind ik belangrijk. En dan dus zag je ook dat XRP helemaal hier naartoe ging. En dat is een 0,5 bij, uh, bij de Algo. En dat is 50, 51 dollar cent. Ik hoop dat het beeld weer een beetje duidelijk is. Ik hoop dat het niet te kort was. Uh, in ieder geval hartstikke bedankt, Luc. Je had ook nog een andere die ik ook, waar ik ook wel een beetje fan van ben, is HBAR. Ik zeg wel, ik ben, bij, ik ben fan van crypto, dus ik kan dat overal wel zeggen. In Hedgebyte krijg je eigenlijk een beetje hetzelfde plaatje als met uh, Mana. Toch, ja, toch wel leuk, misschien moet ik dat wel iets vaker herhalen. Zodoende krijg je gewoon een veel beter beeld van de markt, maar je, ja, je, je kan daardoor ook beter grafieken lezen. Je leert een beetje die patronen kennen. Toch? Ik zie, ik zie niks verkeerds, toch? Hier krijg je die wik. Hier heb je, ook, hier heb je geen wik, maar het gewoon een forse move waardoor die in één keer wegspringt. Hier ook weer, het is bijna hetzelfde. En daarna begin je dood te vallen. Onder al die moving averages, net zo bij mana, onder al die moving averages. Dus hier krijg je eigenlijk gewoon weer een mooie entry-plek. Tenminste, hier had je gewoon een mooie entry-plek. Want je had je stop hier onder die wik kunnen zetten. En die wik kan nog steeds gevuld worden. Dus je risico is eerst die wik vullen. En daar wil ik ook mijn stop lossen onder. Is 25%. Is hoger dan mana en cent. Dus dat is best wel force Dus het liefst zet je ook je stop eigenlijk onder die low die je net gecreëerd hebt dan. Want dan kun je nog iets lager gaan. Of iets lager kopen, mochten die bodem weer weer testen. Tik we toch weer even die hulp 2 d aan. Bij de 8,2 dollar-cent heb je het over 37%. Ook weer gelijk minder dan en Cent moet je opmerken. Bij en Cent zat je rond de 50%. Hier dus rond de 35 tot de 40%. Allemaal niet mis trouwens. Hè? Ik vind reeds de eerste targets al te goed met een 30%. Bij die 0.382, kijk ik naar een 10, 11 dollar cent, of eigenlijk de 10,5 dollar cent, heb je het over een ruimte van 70, 72 procent. En die 0.68 ligt hier bij de 14 dollar cent. Toch weer een ruimte van 134 procent. Geen kattepis. Uh, dus dat zijn even de levels waar ik naar kijk. Waar, waar, ja, wat ik dus vaak meegeef, ik heb niet alleen deze levels. In mijn plannen staan ook gewoon deze VIPs vanuit hier. Of dan moet ik even fijntje, maar even snel vertrokken vanuit hier. Want dit is die hele lek. En daarna van het hier en uiteindelijk van het hier. Maar nu heb je gewoon al wat uit deze, Waar je hier dus targets had en waar je ook gewoon winst kon pakken en waar het ook een reactie gaf. Dus daarvoor werk ik nu eerst weer met die kleine VIP's. Andere aanvragen die je, had, die je ook eigenlijk vaak naast een XRP kan zetten, is XLM. XLM was er denk ik wel een van mijn grootste favorieten. En nog steeds wel eentje hoor, maar hij presteert gewoon niet meer heel goed. XLM begint ook mooie moves te maken. We raken weer die 0.26 aan, waar je dus uh, bij, bij, die andere grafiek had je, of bij die andere coins kon ik veel uit halen uit deze kleine fips. Hier ook wel wat, want hier raak je eerst die 0.26 aan, reactie, en daarna gelijk door naar die 0.382. Maar toch heb je hier een hele grote square, dus bij de XLM wil ik liever vanuit deze meten. En dan zie je ook, je groeit weer in één keer weg. En het eerste waar je dat resistance op vindt, en dat zie je niet echt op een daily, maar wel op een twee uur. Het eerste waar je dus die resistance op vindt, en dat zie je dus niet op een daily, maar kijk even naar deze reactie. Oh, dat valt nog best mee, excuus. Het is 12% maar wel een reactie. Is op die 0.2, die 6. En dat ligt dus op die 13 dollar cent. 0.382 en die rode moving average vloeit er een beetje in het midden. Dus wellicht dat het je volgende target wordt. Die ligt bij een 14.2 dollar cent. Maar die 0.382 ligt bij 15.1 dollar cent. Dan heb ik een 0.68 bij de 18,2 dollar cent. En die square, die koffert een beetje die 0,786 en die 0,83. Het ligt een beetje tussen die 20,5 cent en de 21 dollar cent. Kijken we dan weer groter, wat ik net ook zei. Probeer altijd meerdere plaatjes. Hier heb je ook een candle waar je naar beneden valt en niet meer op terugkomt. Kijk naar deze. En het vloeit best wel mooi samen als ik die cijfertje weer vergelijk met de kleine VIPs. Dus probeer dat altijd te bevestigen met elkaar. Zodoende heb je veel betrouwbare VIPs en veel betrouwbare targets waar je aan je winst kan pakken. Een andere die je had aangevraagd was EWT. Luc had er wel een paar. En ik vraag meestal mensen om één of twee aanvragen te doen... zodat het een beetje overzichtelijk wordt. Maar ik vind het ook wel leuk als je een paar hebt natuurlijk. En als er een paar leuke aanvragen zijn waarmee ik kan werken. Want deze laat ook wel wat interessant zien. Niet dik. Dit vind ik totaal niet interessant, die Wix. Dat is echt eigenlijk alleen maar risico's. Maar hier begin je uit, een, uit die moving averages te breken. Dus je pierst het. Je test het. Een reactie... Je pierst het, vindt er eigenlijk spoor nu op die, uh, op die moving averages. En daarna begin je eigenlijk te groeien. Vanaf deze, Ik had dacht dat ik hier wat meer werk in had gedaan, maar ik zal weer op de verkeerde kant staan. Van het hier zie je ook weer mooi dat je met Fibonacci weer een mooie entry had gekregen. Want hier valt hij op die 0.86, Dus dat is ook weer een bullish teken. Daarnaast moet ik gewoon onthouden dat ik wellicht nog targets daar beneden of wel mooiere plekken kan kopen of het komt daar gewoon helemaal niet meer want ik zie hier een open plek hier een hele grote open plek dus het liefst koop ik hier ergens beneden dat is gewoon het allermooiste in dit stuk ergens maar daar zijn we nu niet en het zou heel bullish zijn als je gewoon die 0,6 en 8 hier vasthoudt dus dat je daar de support houdt om wellicht dus die grotere move te maken laten we eens kijken naar targets en ook hier met deze kan ik meteen weer een vergelijking bedenken. Dus dat zijn even mijn entries, maar waar kijk ik naartoe als ik targets wil zien? Laten we gewoon even deze vips gebruiken. Hier heb je die Kindle waaruit je valt en niet meer terugkomt. Dus laten we eerst daar beginnen. En dan zie je dat het eigenlijk supermooi werkt. De 0.26 wordt gepierst, reactie. Daarna gelijk door naar de 0.382, reactie. Nog een keer zoeken we hem op, reactie. Zonder te fine-tunen zie ik al dat deze kleine vips beginnen te werken. En die grote vips ook. Dit is waarschijnlijk nog iets betrouwbaarder. Want hier zie je dat je het pierst. Hier nog een keer test. En het komt ook overeen met die kleinere targets. Laten we gewoon even beginnen met de kleine targets. En daarna naar die grote targets toewerken. Het eerste wat ik dus wil zien. Is dat we dit level houden. En dus niet meer heel ver terugkomen. En dit level dan je behouden. En dan doorgaan naar die 0.2, die 6, Die je dus al een aantal keer hebt weg, aangeraakt. En daarna door naar die 0.6 en 8. Omdat je dus nu best wel hoog bent. Is het risico ook hoog. Het liefst zet ik mijn stap los onder de. Oh jee, yeah. ik zit weer met een brush. En ik kom er even op terug. Ik was mij. Het liefst zet ik mijn stop los hieronder. En dat is een 20% al. En dan wil ik hem nog iets lager zetten. Maar nog liever zet ik mijn stop los hieronder. Maar dit is je risico. Weer even hier naartoe is 30%. Dus weet hoe je een stop los zet. Daarna druk ik hem natuurlijk weer gelijk weg. Vanaf de prijs van nu. Die 0.382 ligt op een 30%. En die 0,68 bij de 6,80 ligt op een 74%. Het laat is best wel wat sterk te zien, deze. Want ja, ik heb het vaak over die pole to go up. Dit is een pole, je blijft hangen in die pole En het lijkt wel of je dan omhoog gaat. Maar het hoeft allemaal niet te gebeuren. Dan de 0,76 en die 0,83 bij de 8,50 tot de 8,40 heb je het over een ruimte van 116 procent. En dan meet ik dus in die kleine target. Waar ik dus eigenlijk vanaf wilde meten is vanuit deze. Want vanuit hier zag je dus ook al mooie targets geraakt worden. En dan heb je het over een 6,70 bij de 0,382. Ook weer belangrijke levels hier. Resistance. Resistance, waardoor je de bodem breekt. Dus die 6,70 worden waarschijnlijk daarna een belangrijk level. En dan heb je de 0,68 hier op een 9,45 en een 0,76 en een 0,83 bij de 11,40 tot de 11,97 om precies te zijn. denk nooit zo precies. Weer even een vergelijking. Theta. Theta ook. Uh, Echt wel een leuke coin om in de gaten te houden, omdat het gigantische moves maakten. Is ik nou goed? Ik dacht uh, even dat ik een goede had hoor, maar dan heb ik even niet meteen een goede blueprint voor. Dan heb ik uh, waarschijnlijk een andere coin in mijn hoofd. Kom ik nog wel een keertje op terug. In ieder geval, Luc, hartstikke bedankt voor je aanvraag. Ik wilde toch nog even eentje doen. Ik weet dat je ook XDC had, heel even snel een XDC. Vond ik niet echt heel boeiend. Ook al maakt het nu wel een beetje een move. Ja, eigenlijk snel XSC. XSC heeft een kleine ruimte. Ik zie dit meer als een pump en dump coin. Ik weet ook niet wat het fundamenteel doet. Misschien is het fundamenteel wel een hele goede coin. Als ik naar targets kijk. En zonder echt goed fijntje. Of tenminste op een daily find, Dan Probeer dit zelf op een 1 euro of een 2 uur. Dan krijg ik eigenlijk dit. Je moet er eigenlijk een beetje zo zien ziet hoe dramatisch die grafiek is. 0,26 op dit 3,1 dollar zijn. En de 0.382 op, op de 3.7 dollar cent. Ben je dus al een keertje geweest, ook de rode moving average, dat vloeit ermee samen. Dus dat wordt wellicht een belangrijke target die 4, rond die 4 dollar cent. Daarna, de 0,68 waar je hier ook de support vindt, ligt bij de 4.7 dollar cent. En de 0,786 en de 0.83 ligt bij de 5.3 en de 5.5 dollar cent. Hartstikke bedankt voor je leuke aanvraag, Luc. Ik wil er nog eentje doen van Ian en dat is vet. Het was niet echt een aanvraag, het was meer een comment. En daarbij zei je: Dit is uh, volgens mij over XRP, dat zijn de buy-in for catcoins. Ik zou ze niet altijd vergeten hoor. Omdat, uh, en, en waarom niet? Eigenlijk het level lager waar ik naar kijk is dit level. Dus Ian, voor jou de vraag. En natuurlijk, ik respecteer alles wat je doet. Maar voor jou de vraag: uh, blijf je je kopen, ongeacht als die prijs hier naar beneden valt. Dan ben je 67% van je posities kwijt. Blijf je dan gewoon kopen? Of zet je verstandig een stap los hieronder? Waardoor je eruit wordt, eh, waardoor je jezelf beschermt. En waardoor je, als je toch zo gelooft in een chain, wellicht hier een mooiere target kan kopen. En dat je wellicht hier kan kopen om dan in ieder geval 170% te maken. Alleen al om jouw stukje break-even te zetten. Dus je gaat 70% naar beneden en je moet 170, bijna 180% maken om weer breken even te staan. Dat wil je toch niet? Maar goed, iedereen zijn eigen ding. En doe ook voornamelijk je eigen ding, want het is jouw geld. Jij bent degene die op die knopjes drukt. Dus probeer er ook eigenlijk altijd een goed plan in te maken. Dus Ian, juist als ik goed dat je een eigen plan hebt. Maar weet wel je risico's. Dat is echt de reden waarom ik video's maak. Dan de targets voor fee chain. Dit is de laatste. Nee, ik wil toch nog één bonus ding doen. Die kom ik straks mee. Even kijken. feedchain Risico. Mooie risk reward plek. Het bodem zit hier op een 16, 17%. Ik zet hem liefst iets lager. Dan de 0,326 eh, bij de 3,4 dollar cent. Is hier al een keer geweest. De rode moving average die vloeit ermee samen. Dat is een, toch weer een mooi percentage van bijna 50%. Daar doen we het voor. 0,382. Andere belangrijke target. <coughs> Excuse. Die ligt bij de 4,3 dollar cent. Ik ga het hier even bij laten, want mijn stem die valt in één keer weg. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Vergeet geen account te maken bij Coinmers. Vergeet ook niet geld te verdienen, dus winsten te pakken. En wellicht dat iedereen daar heel veel succes mee hebt. Vergeet ook niet te abonneren en te liken. Daar supporten jullie mij alleen maar mee. En de social media, boel, tenminste de social media van Boels en Beers kunnen jullie natuurlijk ook altijd volgen. Volgende week wil ik zeker veel meer video's weer gaan maken. Ik wil jullie bedanken voor het geduld erin. Even iets minder video's in de afgelopen weken, maar ik heb weer wat meer tijd. Dus ik zie jullie graag snel weer terug. En hartstikke bedankt voor het kijken en het supporten. Adios en een goed weekend.